Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag vandaag met Jury en Vincent. Ik versprak me kut. Hey mensen, welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag op Banjotown. We zijn vandaag weer met Bart natuurlijk en met Vincent. Yo. Met Vincent. Alleen het is vandaag niet onze eigen Vincent. Ja, een betere Vincent. Cool. Kunnen we het vergelijken of? Nee, niet echt. Weet je wat, dan spreken jullie zo na de intro. Je kent Vraagje Vrijdag? Nee, jij zei net dat je het helemaal ging uitleggen. Dus precies, waarom ken je Vraagje Vrijdag? Ik heb er wel eens van gezien, ja. Ja, wat denk je dat inhoudt? Dat jij allemaal vragen gaat stellen op een vrijdag. De eerste vraag komt van een maartje 1993. En zij vraagt dan ons allemaal, wat is jouw favoriete sport? Ik heb vroeger gevoetbald. Gevoetbald? Ja, ik heb op heel hoog niveau gevoetbald. Vet, maar ze vroegen, wat is je favoriete sport? Oh, voetbal. Voetbal, oké, kijk. Alsjeblieft. Maar heb jij gevoetbald? Hoeveel heet zo'n maatje? 1993. Dankjewel maatje, 1993. Waar heb je gevoetbald? Bij ACV, dat is een Assen. Ah, dat is een bekende. Oh. Nee, niet echt. Oh, nou, dat is de spits. Hè? Noem eens een van de spitsen van toen. Geen idee, Jansen. Ja, helemaal mee eens. Ja, ik bedoel, het is Drenthe, dus dan zal het wel Jansen, Pieters, Willem zijn. Ja. Nee, ik heb zelf ook op voetbal gezeten. Okay. Ik was koninklijk UD, Deventer, represent. Ik zou je zeggen, ik was waardeloos. Het enige wat ik kon is hard met mijn punt schieten gewoon. Maar was je verdediger? Nou, ik was eerst keeper. Laat ik eerlijk wezen, een mollig mannetje op goal. Er komt geen bal meer in, dat is logisch. Ja, je vult de goal op, inderdaad. Precies, alleen later bleek dat ik was heel jong, mollig en ook redelijk groot. Dus als je mij in de spits zet, je geeft mij de bal, ik ren door iedereen heen. En als jij af bent en er komt een mollige gek uit en dan met de bal, dan ga je echt wel even naar rechts hoor. Ja, dat boeit het voetbal niet. Dus ik was altijd topscorer. Jij? Ja? Nice. Ik heb een tijdje honkbal gedaan. Dat was wel nice, maar sport? Nee, verder niet echt. Dat was niet sport. Nee, geen voetbal eigenlijk. Dat is cool, hè? Ik heb ook gedaan honkbal. Ja, ik vond het wel lachen. Ik weet het, het was anders dan voetbal, maar ja, ik kon wel lekker lachen en een beetje slaan en zo. De volgende vraag komt van Dionne Blom en die vraagt aan ons van, nou goed, het is natuurlijk de afgelopen tijd best wel in het nieuws geweest dat met alcohol boven de 18 en zo. En de vraag is, wat vinden jullie van het feit dat alcohol boven de 18... Dat er zoveel letters in één tweet passen, dat wist ik ook niet. Ja, dat is Facebook. Het is Facebook. Je hebt gewoon snel de app geswitcht. Zo snel doet hij dat, hè? Gaat die rap, hè? Toen ik 16 was, werd de alcohol in één keer 18. Toen ik 18 was, werd die weer en nu weer. Ja, maar je bent nu geen 18. Nee, ik ben nu 21. Dus mij boeit het niet. Nee, mij ook niet. Mij ook niet. Maar mijn zusje die wordt dus zeg maar... In februari pas 16. Dus die heeft, zeg maar, die valt er net buiten. Dus die heeft gewoon pech met 2 maanden. Ja, en die moet dan weer 2 jaar wachten om ze mag uitgaan. Ik zeg ja, nee. Wees eerlijk, hoeveel jongeren kunnen tegenwoordig niet tegen alcohol? Dus ik zeg tegen deze discussie ja, nee. Het is, ik gun het ze om op hun 16e uit te mogen gaan. Mm-hmm. Maar toch, ja, misschien is het wel handig om eens wat verhoging erin te brengen. Maar weet je, zoals de rijbewijs is ook naar beneden gehaald. Je kan op je 16e mag je afrijden. En dan mag je met je ouders ernaast rijden. Ja, true. Weet je, het is met alcohol. Ik weet niet wel. Het is met zoveel mensen die begrijpen gewoon niet wat je wel niet kan doen met alcohol. Het is heel belangrijk dat als je alcohol drinkt, dat je eerlijk bent tegen jezelf. Van ja, ik ben nu echt dronken, ik stop ermee. Ja. Of dat je eerlijk bent tegen jezelf van ik durf het niet, dus ik ga het niet doen. Maar als je gaat liegen tegen jezelf van ik ben niet dronken, doe maar meer. Ja, dan ben je een lul. Ja. En het zijn met name de kinderen die liegen tegen zichzelf. Dan ben je gewoon dom bezig. Ja, tegen hun of zijn of haar. Denk jij dat die leeftijd 18 jaar veel uitmaakt? Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment een punt is in iemands leven dat hij zegt van oké, nu wil ik alcohol gaan drinken. En of ik dat dan mag kopen of niet, ik kom er wel aan. Weet je, rond de 16. Ja, daar ben ik mee eens. Alcohol kom je sowieso. Even serieus, stel jij loopt de supermarkt binnen, staat een meisje van 17 jaar, blonde haren, leuke tietjes. Ze vraagt, kan je alcohol voor me halen? Wat doe je? Ik zou het doen. Ja, zou je het doen? Ja, ik bedoel, anders had ze toch wel iemand anders. Nee. Ik zou het ook doen. Ja, ik zou het niet doen. Oh, ja, maar nu zijn de moraal in de video. Ja. Leuk, gaan we het zo doen. Ja, ik zou het niet doen. Ik zou gewoon serieus zeggen van, sorry helaas. Of ik zou voor haar gaan staan en zeggen van, oké, is goed. En dan haal ik op wat ze wil. En dan voor haar neus maak ik het open en dan ga ik het rustig helemaal opdrinken. En dan geef ik haar de levenfles en zeg ik succes. Of nog in de winkel, dan kan ze je niet aanspreken. Zo. In de winkel even wel achter me uit. Doe jij de volgende vraag? De volgende vraag komt van Truus 1998. En ze vraagt, Bardo, wat doe jij het liefst op een dag? Op een dag, het liefst ga ik ademen op een dag dat ik leef. Achter mijn computer thuis. Meer niet. Niet echt veel, jij? Gewoon lekker bezig zijn, denk ik.
moet wel zeggen dat Truus heeft wel echt een hele ouderwetse naam voor iemand die uit 98 komt. Ja. Maar ja, dat zijn onze kijkers. Het wordt dit jaar 16. Zij kan dus, zij is ook net te laat drinken. Ja. Jammer, Truus. Misschien is dat een zusje. Je zusje? Heet die ook Truus? Nee. Wat ouderwetse naam? Wat is je zusje dan? Oh god, wat doen jullie in de dag? Ik ga video's maken en opnemen en mijn ding doen. Chillen. Gewoon even druk bezig zijn. Lol hebben en een vastzetten. Ja. Deze komt van Bobby de Jager. Wat? Bobby de Jager? Nou, wat is steeds leuker. Ik snap niet hoe kinderen aan zo'n naam komen. Weet je wel? Net zoals wat jij had. Ik denk, wie bedenkt de naam dan? Het zijn de ouders. Ja. Maar ja, Bobby de Jager die vraagt, hebben jullie ook wel eens wat raars gedaan? Vast wel. Ja, ik ook vast wel. Rare vraag, Bobby. Iedereen is twee keer heel hard. Ja, stil. Ja, ja. Doe jij knip of niet? Doe jij de volgende maar. Niemand heeft maar wat heb jij voor het raars gedaan? Want ja, jij zegt ook van wat heb jullie gedaan? Oh, wat heb ik voor raars gedaan? Ja, dat bedoel ik. Ik heb al een headset gemold van 400 euro dit jaar. Dat is een goed begin. Sorry David. Wat heb ik? Ik weet wel dat ik vorig jaar voor raars gedaan heb. Oh? Dus iemands benen gefilmd. Pardon? Zo. Ja, het was, we hebben een keer een video verzonnen. Ik althans. En jullie gaan dat nooit bekijken op internet. Maar in die video zat een bev-scène. En die bev-scène hebben we ook gedaan. Met een hele bekende YouTube chick. En die lag dus zeg maar met een string aan, zeg maar, op haar bed. En je zag haar benen en ik keek non-stop recht in haar poes. En het was raar, ongemakkelijk. En Juri was de cameraman en zei, ja, god. De volgende vraag van Basie is, wat is je favoriete fruit? Ja, dat varieert. Ik vind, ananas vind ik heel lekker, maar een sinaasappeltje tussendoor is ook goed. Ik wil in de Kingdom 1, 2, 3, 4. Bardo, ik wil heel eerlijk zijn, maar ik ben homo, maar ik weet niet op wat voor manier ik uit de kast moet komen. Heb jij enige of andere tips voor mij? Lastig. Ja, ja. Ik zou zeggen, pak een zaag en zaag rustig die deur open. Want waarom zou je ook in de kast zitten? Ja, en dan eruit komen. Ja, dan gewoon eruit komen. En stel je zou homo zijn, hoe zou jij dat vertellen? Ik zou het doen met glamour. Ik zou zorgen dat als je homo bent, zorg ervoor dat heel Nederland weet dat je homo bent. Jij gaat dus naar de toppers dan. Jij hebt bekende kringen binnen de BN'ers, dus jij gaat dan optreden. Wat ik zou doen inderdaad, is ik zou gaan streaken. Als je uit de kast wil komen, ga streaken bij de toppers. Schrijf met een filstift op je lijf, ik ben homo. En zorg ervoor dat je zo'n ding dat ze achter vliegtuigen hangen, weet je wel, met een boodschap erop, plak die achter je rug en ren over het podium en zet op dat ding ook, ik ben homo, bel me met je 06 nummer. Dan heb je heel veel homo's die jou gaan bellen. Zo. En dan weet iedereen dat je homo bent. Goeie tip. Misschien haal je de dvd wel, dan kan je naar jezelf kijken op dvd, terwijl je naakt over het podium bent. God. Dank voor het kijken en volgende week zijn we weer met een nieuwe Vraag in Vrijdag. Laat een groen duimpje achter en ja, tot de volgende keer. Ja, en Vincent's kanaal kan je vinden in de beschrijving hier beneden. En er staat deze keer echt een link! Een echte link die je kan klikken. We zijn het heel vaak vergeten in Vraagje Vrijdag, maar er staat echt een link nu. Wow, groetjes aan Rick. Groetjes aan Rick. Nou, bedankt voor het kijken en later! Doei!